heb je bloem. Die is er. En ik ging je van een mooie verhaal lezen uit een boek. Het boek heet Boris gaat naar zee. En dat is dit hier, het prentenboek van het jaar. En elk jaar broeken we dan het prentenboek van het jaar. Het is natuurlijk Wassa, Boris gaat naar zee. Het is nog midden in de winter. Je hebt net een zee, maar het is wel een heel erg leuk boek. Alle dieren die thuis binnen in mij. De hond en de kat en de poezen. En de pieken. Nee. Nee, meestal zie ik het dan in een oppassen. Dus ik zeg, nee, maar het vreugt ze even neer. Doe Boris! Oh, nee, nee, nee! Je koffer is al vol! Waar is boer Boris hier? Waar is er hier? Zoek zo een alle fijne meubeltjes. Kun je in het huisje staan? Oh, nee, boer Boris! Nee, nee, nee! Het is veel te veel gedoe. Jawel. Boer Boris die neemt zelf de kast mee en een kastje en een stoel. En hoeveel kippen, hoeveel pieken gaan er mee? Zullen we eens even tellen, tellen. Ze weer terug naar huis. En kijk eens, jongens. Het is al helemaal donker. Wat ze dus komen. Er schijnt een lichtje. In het midden van de nacht, de boerderij heeft de hele tijd op boer Boris gewacht. En dit, jongens en famkes, dit, het boeske en het hondje, en het broerke en het zuske, en een, oh, het had een mooie onderbroek net. En het is een kleine koffertje, wat neemt boer Boris mee? Wat neemt hij nou zo? Nou, boer Boris heeft vakantie, boer Boris gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje, wat neemt boer Boris mee? Nou, zeg eens maar. Welke wie stoot? En wat doe je dat? De pieken. Jee, dat was hier. Goed zo. Plak de pieken er maar in. Geweldig. Zeven zin. Hangen we al hier een beurt hoor? Boris, nee. Rijden in een wagentje. En als je dan niet rijden kan, dan draag ik je. Rijden. Piep, kom maar. Kom maar achter me hoor. Piep. Kom maar. Piep. En welke dingen meer nog meer mij? Ja, dat is een mooie. 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 Ja, dat is een mooie.